Oeh, wat dat is lekker! Zag jij een vogel? Waar is de vogel nu? Hey, dat is niet de goede manier. Zo kan je niet van de glijbaan. Via het trappetje, Lo. Kom maar. Deze kant op. Ja, je hebt blote voeten, maakt niet uit. Je mag lekker op je blote voetjes. Doe maar, Lo. Nee, wil je niet op je blote voeten? Wil je voetjes zeer? Wil je schoenen aan? We zijn bij mijn zus aangekomen om hier even lekker te chillen en te zwemmen in de tuin. En er staat hier nog wat lekkers klaar. Yummy! Hey, Moor! Yes. Hi, Moor! Oeh, wat dat is lekker! Dat is voor de mama's. Maar weet je wat dus ook, hè? Pommerie on ice. Zal ik die? Ik zou, dan moeten we even kijken wat jullie leuk vinden. Moor, mag jij op het aanrecht? Ja. Dat weet ik nog zo net niet. Jawel, graag. Lo, zullen we jouw badpak aan doen? Zullen we jouw badpak aan doen dat we lekker gaan zwemmen? Ja, je hebt water laten vallen, hè? Nee, dat is mijn. Jawel, dat is mijn. Nou, we zijn weer thuis. De kids liggen op bed. Nick die is Nino en Luen thuis aan het brengen naar hun moeder. En ik zit even lekker in de tuin te ontspannen. En ik ben na aan het genieten van een heerlijk dagje. Ik kan zo genieten van de tijd die ik doorbreng met familie. En met name mijn zus Lenneke, want we lijken heel erg op elkaar. Zij houdt, net als ik, van de kleur beige. Dus hun hele huis is beige. Crème, wit, beige. En ook door Appie gedaan trouwens. Dus lijkt gewoon een beetje dezelfde vibe, laat ik zo zeggen, als ons huis. En ze houden ook van aesthetically pleasing eten. Bas en Len allebei. Dus alle drankjes, hapjes, alles is mooi en dat eet zo lekker. En het is echt bizar hoe goed Len en ik erop gaan. En ik moest ook een beetje om mezelf lachen. Want ik ben dus de hele middag, in plaats van in het zonnetje aan mijn tan aan het werken, ben ik dingen aan het opruimen. Want daar word ik rustig van. Dus er liepen 7 kinderen rond.
Nou maken Nino en Louwen natuurlijk helemaal geen rommel, maar je snapt wat ik bedoel. En dan ben ik dus gewoon de hele tijd dingetjes aan het opruimen. Zodat het allemaal weer rustig is. Zo min mogelijk prikkels. Dus ik heb gewoon een heerlijk dagje gehad. Ik ben gewoon graag in opgeruimde ruimtes. Dan kom ik het meest tot rust. Nou, het was echt een heerlijk dagje. Dit soort temperaturen, jongens. Dat hebben we toch nodig. Meer van dit soort dagen. Dit was mijn tweede outfit van de dag. Want ik had eerst het jumpsuitje aan van dezelfde poplinstof. Dit is zeg maar een blousejurk. Waar normaal ook een riem omheen zit. Deze had ik ook afgelopen shoot. Die kon je terugzien in de vorige vlog. Had ik die aan. Want ik had deze lekker over mijn bikini aangetrokken. En toen we naar huis gingen heb ik dit lekker aangehouden. Deze blouse dus. Die je dus ook met een tailleband kan dragen. Of met dat de tailleband dus een strik is. En die maak je dan vast aan je knoopje hier. Dus dan is het zeg maar steeds een ander jurkje. Maar hij zit dus ook gewoon heel lekker. Zo casual na een lekker zomersdagje. Ja. Verder gaan we vanavond niks meer doen. Misschien even samen een wijntje drinken. En dan lekker naar bed. En dan is morgen weer zo'n lekker warme dag. En dan gaan we bij vrienden hier in het Gooi barbecuen. Helemaal top. Happy weekend allemaal. Goed zo, Lex. Kijken of we ze nog weer in leven kunnen krijgen. Ik ga hem nog één keertje vullen. Voor die bloemen. Voor die achterste. Webshop en via de George V. Partner Stores in en uit worden gestuurd. Het is mega groot. Er werken daar zo'n 150 mensen die dus elke dag bezig zijn met het inpakken van al onze pakketjes en orders. Dus eigenlijk van al jullie bestellingen. En natuurlijk ook weer een paar retour nemen. En dat hele proces ga ik eventjes bekijken. En ik zal ook her en der wat met jullie delen. Het is wel heel leuk om te zien ja, hoe dat nou gaat. En ook hoeveel handwerk daar dus bij te pas komt. Maar bijzonder genoeg, hoeveel er dus ook vandaag de dag al machinaal gaat. En hoe duurzaam dit proces op dit moment is opgezet. Dus kijk maar eventjes mee. Nou, dit is dus het warehouse. En hier komen al onze collecties binnen en wordt de collectie geteld, gecheckt, verdeeld op de meest efficiënte manier. Hier zie je verschillende items in de schappen liggen. Het is hier zo gigantisch groot. De gangen zijn eindeloos. Eventjes een paar shots, want hier wilde ik natuurlijk even over de catwalk langs al mijn artikelen. Zelf even shoppen. We hebben natuurlijk ook nog hangende artikelen. Daar zie je hier een gedeelte van. De hele dag door worden bestelde artikelen verzameld in grote bakken en die komen terecht bij deze band. En dit is een heel slimme band die zelf alle artikelen verdeelt onder de bestelde orders. Daarna komen ze in kleine doosjes terecht en gaan ze naar de inpakband.
Hier zie je hoe zo'n order heel zorgvuldig verpakt wordt in vloeipapier met een heel mooi George V. stickertje erop. En hier gaan ze dus naar de inpakmachine. Dit zijn de deksels, daar wordt ons logo op gedrukt. En die deksels horen natuurlijk bij de dozen, die dus allemaal op maat gesneden worden om de orders heen. Dit is natuurlijk super duurzaam, omdat er dan zo min mogelijk lucht verstuurd wordt, waardoor er weer meer doosjes in één busje passen. En dan hoeven er dus minder busjes te rijden, wat betekent minder uitstoot. Deze machine is een enorme investering, maar echt nodig om de mode-industrie minder vervuilend te maken. Gaaf toch om dit te zien, al die verschillende orders van jullie die hier met zoveel zorg over de banden rollen om naar jullie toe te komen. En de retouren die binnenkomen worden stuk voor stuk gecheckt, uitgezocht, verdeeld, gereconditioneerd of opnieuw ingepakt voor verzending. En dat proberen we natuurlijk zo snel mogelijk te doen, zodat het weer besteld kan worden door jullie. En dan nu weer terug naar huis. Zo, nou dat was een heel nuttig bezoekje aan onze logistieke partner. En nu ben ik weer onderweg terug naar Laren. Dan heb ik daar nog één afspraak en de rest van de middag werk ik nog eventjes thuis. Het is super lekker weer, dus ik hoop dat ik vandaag een beetje op tijd mijn dag af kan ronden. En nog even lekker met de kids in de tuin kan spelen. Ik moet wel veel doen. Maar dat is mijn planning van vandaag. Oh ja, belangrijk om te weten. Belangrijk, heel belangrijk. Aanstaande donderdag, dus even kijken als de vlog live komt. Dus vrijdag, dus dan is de sale al gestart. Dus jullie kunnen nu lekker je favoriete looks in de sale shoppen. Belangrijk om te weten, in dit soort, op dit soort momenten gaat de collectie heel hard en raken maten heel snel uitverkocht. Dus zorg dat je snel een selectie maakt en bestel vooral op tijd en twijfel niet te lang, want het kan dus ook weer op zijn. En ik ga in de volgende vlog, ik weet namelijk niet of ik het deze week red, maar ga ik even een aantal leuke sale looks aan jullie laten zien. Maar eigenlijk, ik weet vrijwel zeker dat jullie de afgelopen vlogs, alle outfits die ik heb gedragen, vast nog wel weten en wat favoriete items in je winkelmandje al hebt zitten of in je achterhoofd. Nou, de sale is van start en dat is toch lekker. Zo, ik ben weer thuis. Dit is mijn outfit van vandaag. Zo, met dit prachtige linnen glitter pakje. Kijk hoe mooi de stof is. Nog steeds wel echt een subtiel glittertje, dus van een afstandje zie je het niet echt. En online, als je online naar de website gaat, vind ik dat je het helemaal niet zo heel goed kan zien. Maar het is echt prachtig, want in het zonnetje dan heeft hij net zo een kleine shimmer. Super chic. En met dit hakje wordt deze outfit ineens toch ook weer een stukje, ja, meer glamour. En die ga ik nu lekker uitdoen, want ik ga nog heel eventjes werken. Ondertussen heb ik in de tuin het een en ander geïnstalleerd voor de kinderen. Dat ga ik even laten zien. Kijk even. Kijk, ik heb daar dus een tentje neergezet. En een mini zwembadje. Maar ik zorg even dat ik uit zicht ben, want anders willen Elodie en Alexis met mij spelen. En ik moet nog heel eventjes wat afmaken voor werk. Dus dat ga ik gauw eventjes doen en dan kan ik daarna weer lekker mama zijn. Heel. Voorzichtig, hello. Zo, mam. Wat voor kleur nu? Blauw. 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 Lichtblauw of donkerblauw? Dat is paars. Dat is purple. Wow! Is paars. Dat, is het dan blauw? Oh, dat is. Weet je hoe deze kleur is? Turquoise. Turquoise? Ja. Lachblauw. Ja. Nee, deze is. Zet je bril maar op, Lo. Deze is dan blauw. Ja, het is een beetje groenblauw, toch? Nee. Jawel, dat heet turquoise. Groenblauw is niet zo. Waar is dan blauw?
Vandaag is een hele leuke en speciale dag. We hebben namelijk de collectiepresentatie van de nieuwe Spring and Summer 2024. En dat houdt in dat ik en het designteam, jeetje, het is heel zonnig, dat we de nieuwe collectie gaan presenteren aan zowel onze internationale agenten als aan de rest van het team. Dus een hele kleine sneak peek. Sst, dit heb ik dus aan. En ik zal nog een paar kleine shots maken tijdens de presentatie. Maar ik kan natuurlijk niet alles laten zien, want het is nog top secret. Wat er natuurlijk volgend jaar allemaal weer in de winkels hangt tijdens de spring en summer. Dus kijk even mee vandaag, gezellig. De collectiepresentatie is achter de rug, maar ik wil nog heel even aanhaken op een bijzonder momentje van vandaag tijdens de collectiepresentatie. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dit bijzondere rapport. En Janneke, jij kan dat wat meer over vertellen, want wat hebben wij nou precies getekend zojuist? Ja, jij hebt net de deelnemersovereenkomst voor de Stichting UPV Textiel getekend. En dat betekent dat wij gezamenlijk met andere merken in de Nederlandse fashion-industrie een systeem gaan opzetten. Of daar zijn we eigenlijk al mee aan het werk, maar we zijn nu gecommitteerd dat we hier volledig voor gaan inzetten om een systeem op te zetten voor kleding, inzameling, hergebruik en recycling. Mm-hmm. Dus echt een milestone voor Joshi, maar ook voor Nederland in het totaal. Want gezamenlijk gaan we de fashion-industrie verduurzamen. Inderdaad. En onze sustainability journey, daar is Jannick voor. Bij ons intern bij George V. Jij zit trouwens echt op een veel lagere stoel. Het lijkt net alsof ik hem... Jij zit helemaal... Kom eens omhoog. Ik zit ook omhoog te kijken naar jou. Kijk, zo zitten we weer op gelijke hoogte. Dat is een kind. Jannick is onze sustainability coordinator, dus die helpt ons op de goede weg en om de juiste stappen te maken voor een meer circulaire fashionketen. En we hebben al super mooie stappen gezet. Dit is allemaal terug te lezen in ons sustainability report die we laatst gelanceerd hebben. Dus die staat op de website. Yes, die kan je downloaden op de website in het Nederlands en in het Engels. En je vindt daar ook onze code of conduct en RSL. Yes. Nou, ik zou zeggen, lees je vooral in, want wij zijn onwijs trots op de stappen die we hebben gemaakt. En we moeten nog veel meer samen doen, maar we zijn er heel graag transparant over. Om zodoende ook andere merken en mensen te inspireren om ook hun sustainability journey te delen
Zeker. En mocht je met mij in gesprek willen gaan of je hebt vragen, dan kun je altijd jve-sustainability@joshvee.com een berichtje sturen of natuurlijk onze klantenservice. Yes, nou, we laten even het e-mailadres hieronder in beeld komen. Dan weten jullie allemaal Jenneke te bereiken. Alright, thanks. Yes. Super trots. Leuk. Let's go downstairs. Yes. Wij gaan weer praten met onze agenten. Er is even een kleine pauze nu. Dus ik dacht, ik wil even aanhaken op dit mega belangrijke moment voor ons. Maar we gaan weer gauw naar beneden. Dit is mijn zomerse outfitje van vandaag. Die sneakers waar ik ongeveer in woon. Ik heb ze in alle kleuren en ze lopen zo lekker. En dit jumpsuitje. Ik heb er vandaag even een hemdje onder gedaan. Zo met de band eromheen. Zo om een beetje taille te creëren. Ik vind hem dus ook echt heel leuk zonder taille band. Ik heb mijn mouwen even opgerold. Omdat het dus echt heel warm is buiten op dit moment. Lekker casual lookje met mijn mooie tas hier. Waar mijn laptop ook mooi in past, as you can see. En ik heb nog eventjes een belangrijke tip wellicht. Want de sale is van start gegaan, zoals ik al zei. En de planner, die gaat dus stiekem ook mee in de sale. Dus je kan hem nu met korting shoppen via joshvee.com. Goedemorgen, zonder zorgen. Lo, wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Op, ja, dat, zo kan ik het ook. Maar dan moet je wel de korstjes opeten. Eerst. Pak maar de korstjes. Ik moet even jouw haar doen. Hello. Mijn haar niet meer. Nee, jouw haar heb ik gedaan. Supermooi. Het wordt echt nu lang en vol, Lex. Hey, heb jij soms heel veel groenten gegeten en heel veel water gedronken? Ja. Goed zo. Even wachten, Lo. Ik ga eerst even jaar doen. Morning. Hey. Nou, het zwembad staat klaar voor de kinderen vandaag. Die hebben Nick en ik gisteravond neergezet en even afgedekt. Dus die gaan we zo openmaken. Zwemmen. Ja, ik ga hem er afhalen, Lo. Ik ga hem er afhalen. Ik heb vandaag een klein beetje een paar dingetjes voor werk die ik moet afronden. Maar dat doe ik lekker vanuit huis. Rose die komt straks ook. En vanavond hebben Nick en ik een gezellige date night. Ook met wat vrienden. Rose die past dan op vanavond. En ik ga mezelf dan even lekker weer een keertje helemaal opterken. En dan hebben we een gezellig diner. Dus Rose die start wat later vandaag. Dus ik heb deze ochtend lekker wat quality time met Elodie. Alexis die is al naar school. En Lo en ik gaan even lekker spelen deze ochtend. Heb jij een lekker druifje gevonden? Yummy, yummy, yummy. Wil je nog een druifje, Elodie? Nog eentje? Ja? Ik pak het voor jou. Kijk eens. Vind jij dat zo lekker, druifjes? Zal ik die in een bakje doen? Dan nemen we ze mee naar buiten.
snijden we ze nog even door de midden. Dat is beter. Bijna. Druifjes. Top. Net op tijd. De vaderdagcadeautjes die ik bij Verder en Verder heb besteld zijn net op tijd binnen. Deze is voor mijn eigen vader. En ik heb er dus ook eentje voor Nick besteld. Het is een leren gevlochten armbandje. Ik wil even zien hoe die is geworden hoor. Ik maak hem gewoon even open. Mijn vader draagt dus graag armbanden. Met name leren armbanden. Dit is hem dus geworden. En hier zit dus een, ik moet het even goed in beeld brengen, een mooi zilveren blokje en dus een mooie zilveren sluiting waarmee je hem open en dicht kan doen. En hier staan de initialen van alle vier zijn dochters. Dus die van mijn zussen. Dat blokje die kan dus draaien. Hoe leuk is dat? Super mooi. En hij draagt er altijd een paar tegelijk en deze kan hij gewoon elke dag om. Heel mooi. Zo, nou ik doe hem weer dicht. Ik heb dus namens de kinderen exact dezelfde armband, maar dan in het bruin en met een gouden blokje eraan besteld. Maar die laat ik eventjes ingepakt nog, want dan kan Nick hem mooi uitpakken. Want ik moet nu weer even zien hoe ik deze weer zo mooi ingepakt krijg. Zo, nou vanuit het zonnige Laren wil ik jullie graag een heel fijn weekend toe wensen. En ik zie jullie volgende week weer terug bij een nieuwe Josh vlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet de vlog niet te liken, je te abonneren en een gezellige reactie achter te laten voor ons. Tot volgende week. Ga je zwaaien? Zwaai maar. Dag, dag. Zeg maar bye bye. Bye. You gotta focus on the bright side.